In een kersenboomgaard in Lent mogen mensen op een creatieve wijze hun toekomstige woning bouwen. Bouwlab organiseert op de Lentse Waranda een moment waarop deze ideeën gepresenteerd kunnen worden. We staan hier voor Kapkar. Dat is een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Frank Havemans. Hij heeft het pas opgeleverd in opdracht van Fabrikaat. En we staan hiervoor omdat we nog tot eind september hier programma inmaken. Maar ook daarna gaat dit paviljoen ook nog een functie vervullen als plek waar van alles plaatsvindt. En dit paviljoen, ja, dat staat hier dus voor ons allemaal en gaat straks verplaatsen dus naar een nieuw project van Fabrikaat in de Kersenboomgaard. Ja, speciaal voor deze plek hebben we de opdracht gegeven om dit paviljoen te ontwerpen. Omdat dit een nieuw opgeleverd stuk Nijmegen is, waar allerlei nieuwe vormen van recreëren, wonen en bouwen ontstaan. Hier achter ons in de Waalsprong gaat heel veel gebouwd worden. En nu staat er nog een heel stuk leeg. En juist in die tussentijd, totdat er al die wijken weer uitgerold worden, willen wij met onze projecten alvast een leefbare wijk neerzetten. Waarbij we het echt insteken vanuit wat mensen nou zelf willen en welke rol mensen zelf daarin kunnen vervullen. We willen daar echt een goede energie uit laten voortkomen. Dat kan ook als mensen vanaf het begin daarbij betrokken worden om het echt ook op een hele andere manier te gaan doen. Dus inderdaad vergelijking met Ruigoord of Strijp S of de NDSM in Amsterdam, die is te trekken. Alleen wat uniek is aan dit project is dat alles in één groot frame plaatsvindt. En dat frame is in zijn geheel ook weer verplaatsbaar. Dus je krijgt in zijn totaliteit zal het een leefbaar kunstwerk worden. Nou, dit project is tijdelijk. Dit is Bouwlab Nijmegen. Dat hebben we in samenwerking met het architectuurcentrum neergezet. En dat is echt bedoeld om het gesprek op gang te brengen. Ook weer over de stad, hoe we dat op een andere manier met elkaar kunnen vormgeven. En daarom zal Kapkar, die zal ook hier blijven staan. Dit paviljoen dat heet Kapkar. En dat blijft hier voorlopig staan totdat het verplaatst wordt naar het nieuwe project in de Kersenboomgaard in Lent.